Hallo, ik ben Jan Willem van voorbed.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar een simpel rekenvoorbeeld met de tweede wet van Newton. In dit simpele rekenvoorbeeld pak ik even iemand die op een fiets zit. Fiets, mannetje erop. En van die fietser weten we dat die in 10 seconden tijd een snelheidsverandering heeft van 36 kilometer per uur. Oftewel, de fietser stond stil en 10 seconden later ging die met een snelheid van 36 kilometer per uur. Nu is de vraag, stel deze fietser was 50 kilogram. Hoe groot is dan de resultante kracht? Als je dit gaat berekenen, dan kun je eigenlijk heel snel al... Nou ja, dat kon je al verwachten, want we zitten in een les over de tweede wet van Newton. Dus dan kun je als eerste natuurlijk de tweede wet van Newton opschrijven. F is MLA. En daarna dan gaan we kijken, wat kunnen we al invullen? Nou, als eerste kunnen we invullen de massa, want die had ik net gezegd. Die is 50 kilogram. De versnelling kunnen we nog niet invullen. Maar de versnelling is wel te berekenen. Want versnelling kan ik simpel berekenen door te zeggen de snelheidsverandering gedeeld door de tijd. Nu is het alleen wel zo dat je bij de snelheidsverandering niet de snelheid in kilometer per uur mag invullen, maar je moet daar de snelheid in meter per seconde hebben. Goed, als je snelheid 36 kilometer per uur is, dan kun je die omrekenen door hem te delen door 3,6. En dan krijgen we een snelheid van 10 meter per seconde. Dus in dit geval is de versnelling 10 meter per seconde, snelheidsverandering, gedeeld door 10 seconden. Dus de fietser gaat elke seconde 1 meter per seconde sneller. Dus de versnelling is 1 meter per seconde kwadraat. Dus de kracht die deze fietser moet zetten is m keer a, dus 50 keer 1. Dus deze fietser moet 50 newton aan kracht zetten. Wil die zo kunnen versnellen als in deze opgave bedoeld is? Nu kunnen we natuurlijk deze opgave heel simpel omdraaien door bijvoorbeeld te kijken van, goh, wat zou er gebeuren als we niet een fietser van 50 kilo nemen, maar wanneer we een fietser zouden nemen van bijvoorbeeld 100 kilogram. En dan is het exact dezelfde berekening als die we al hadden. Maar dan moeten er een paar kleine dingen veranderd worden. Namelijk de massa was 50, wordt 100. Dus we hebben 100 keer 1 een kracht van 100 newton nodig. Dus iemand die twee keer zo zwaar is, moet om even snel op snelheid te zijn op zijn fiets, dus ook twee keer zo hard trappen. We kunnen natuurlijk nu ook zeggen van, nou, goh, dit is leuk, maar stel, ik wil niet in 10 seconden naar die 30 kilometer, 36 kilometer per uur, maar ik wil in
5 seconden naar 36 km per uur. Dan hebben we weer exact dezelfde berekening. Maar voor de tijd vullen we nu natuurlijk. Maar 5 seconden in. Waardoor op zo'n moment de versnelling. Want of de versnelling, oftewel de snelheidsverandering, en dat is weer 10 meter per seconde gedeeld door de tijd. Die is nu 2 keer zo groot geworden. En als de versnelling 2 keer zo groot is, dan is ook weer mijn kracht 2 keer zo groot. Dus je kunt ook zeggen, als ik 2 keer zo hard wil optrekken op de fiets, dan moet ik theoretisch gezien 2 keer zoveel kracht zetten. Klinkt allemaal heel logisch. En dat is het gelukkig ook. Dit was eigenlijk het hele rijtje met simpele voorbeeldopgaven met de tweede wet van Newton. Ik ben Jan Willem van voorbeter.nl. Bedankt voor het kijken van deze videoles. En kijk ook eens op www.voorbeter.nl voor meer informatie over bijlessen en examentrainingen. En natuurlijk de index van alle filmpjes die ik ooit gemaakt heb.